Ruim 20.000 vrijwilligers zorgen in Gelderland dat de natuur goed behouden blijft. Met excursies en rondleidingen gaven ze een kijkje achter de schermen. Boogschutters die een doorwerp schieten op namaakdieren moeten daarmee stoppen. Met een beetje gezond verstand kun je heel snel zien dat het hier niet om echte beesten gaat. En in Ermelo worden er manieren gezocht om wat te kunnen verdienen aan schapenwol. Goedenavond. Gelderland heeft heel veel natuurgebieden en die moeten ook onderhouden worden. En dat wordt onder meer door ruim 20.000 vrijwilligers gedaan. Dit weekend laten zij aan het grote publiek zien wat hun werk precies inhoudt, tijdens de Gelderse Natuurmakersdagen. Het is de eerste keer dat de provincie dit organiseert. Deze vrijwilligers gaan in het water rond Slot Loevestein op zoek naar vissen en kikkers. En dat betekent het water in. Dus de groep krijgt nog even de laatste instructies. Het idee is van zo'n net, veel vissen zitten wel op de bodem, dat je het goed over de bodem beweegt. Dit is een visexcursie, wat ook met een enerzijds educatief doel om mensen te laten zien. Er veel mensen die langs zo'n water lopen denken, nou, zal er niet veel in zitten. Maar als je daar een schepnet doorhaalt, dan zie je eigenlijk dat bruist van het leven. Tegelijkertijd hopen we ook dat mensen het zo leuk vinden dat ze dan vrijwilliger worden. Wat is hier nou zo leuk aan? Ja, kijken wat er allemaal in de sloot zit. Een beetje nieuwsgierigheid, een beetje teruggaan naar je kindertijd. Kijken met schepnetje wat er allemaal rondzwemt. Wat hoop je te vinden? We hopen te vinden bittervoren, een soort klein vorentje. En de modderkruiper, de kleine modderkruiper. Ja, verder wat algemene soorten zoals de snoek, baars, stekelbaarsjes. Maar succes! Ja, dankjewel hè. Ja, we blijven nog even in de natuur. Althans, het jaarlijkse boogschietevenement bij Kasteel Doorwerth gaat niet door. Want volgens de organisatie is er geklaagd dat de nagemaakte beesten waar ze op schieten te veel op echte dieren zouden lijken. Ja, zo zien ze er dus uit. Van beren tot schildpadden, gemaakt van hard schuim. Het doel is om er van een afstand op te schieten. En schiet je raak, dan ontvang je punten. En eigenlijk mag het schieten op nepdieren al jaren niet. Maar Gelders Landschap zag het door de vingers. Nu ze hebben laten weten wel te gaan handhaven, besloot de organisatie de stekker uit het evenement te trekken. En de schutters balen daar flink van. Want zij zeggen dat ze nooit op echte dieren zouden schieten. Ten eerste kan je beesten verwonden en dan is je pijl weg met het beest. En dat vind ik ontzettend zielig. Sterker nog, ik eet vegetarisch, dus wat moet ik met een beest? Maar de skills om iets te raken met alle omgevingsfactoren, zoals bomen die overhangen en dergelijke, ja, dat is gewoon ontzettend leuk. Met een beetje gezond verstand kun je heel snel zien dat het hier niet om echte beesten gaat. Nee, dat is echt nadan. Op de eerste plaats is het in Nederland verboden om met pijl en boog te jagen. En het zijn vooral veel meer natuurliefhebbers die heel veel op hebben met de natuur, die graag in de natuur zijn. Ik denk dat het aantal vogelaars en groter is dan het aantal jagers binnen de handboogwereld. De zon komt door, de temperatuur stijgt en dus worden weer veel schapen bevrijd van hun wollen vacht. Nou, vroeger was dit het moment dat de herder zijn winst pakte, maar dat is al lang niet meer zo. In Ermelo zoeken ze daarom nieuwe manieren om weer wat te verdienen. Niet elk schaap wil al afscheid nemen van haar vacht. Maar uiteindelijk gaan alle 350 schapen van de Ermeloze kudde langs de kapper. De wol die eraf komt levert niks op. Sterker, de stichting moet 10 cent per kilo betalen om het af te laten voeren. Dat is wel heel vervelend, heel zuur. Want ja, dat was vroeger een van de bronnen van inkomsten. Je verkocht de lammeren voor het vlees. En de wol verkocht je om er nog even wat extra's aan te verdienen. Maar dat is dus niet meer zo. Veluws heideschapenwol is te ruw en dus te arbeidsintensief voor de wereldmarkt. Weggooien is duur, maar ook zonder van de vachten. Dus verwerken in Ermelo vrijwilligers de wol en verkopen ze het eindproduct rechtstreeks aan de klant. Het wordt heel goed verkocht, gelukkig. We moeten echt hard aan trekken om de kraam vol te houden. Maar het gaat heel goed. Ja, we zijn er heel blij mee. De subsidiekraan wordt steeds verder dichtgedraaid. En we moeten gewoon overal proberen zoveel mogelijk ook op de commerciële toer te gaan. Ja. Dan is dit essentieel voor overleven eigenlijk? Ja, zeker. Ja. Straks, autoliefhebbers komen massaal naar Heteren voor een bijzonder jubileumfeest.
Daar wordt dit weekend namelijk de 60ste verjaardag van de Porsche 911 gevierd. Er wordt dit weekend streng gecontroleerd op de geluidsnormen bij het House en Technofestival Free Your Mind in Arnhem. Er zijn afgelopen jaar veel klachten geweest van omwonenden over Free Your Mind en andere festivals die op hetzelfde terrein worden gehouden. Dit jaar is vooraf gekeken hoe de podia geplaatst moeten worden, zodat weinig geluid het terrein kan verlaten. In de omgeving staan dit weekend mensen van de gemeente met geluidsmeters om te controleren of de geluidsnormen niet worden overschreden. Een trolleybus is vanochtend in Arnhem in botsing geraakt met een auto. Beide voertuigen zijn daarbij flink beschadigd geraakt. Enkele betrokkenen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Amateurhistoricus Rudy van Haren wil de Amstketen van Balgooi toevoegen aan de collectie van Museum Kasteel Wijchen. Precies 100 jaar nadat Balgooi ophield als zelfstandige gemeente en opging in Wijchen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Kijk, hier Piet, die grens, daar gaat het mee om. Rudy van Haren en Piet van Erp graven al jaren in de geschiedenis van Balgooi. Het is verbazendwekkend hoeveel er al is, maar ook nog te ontdekken valt. Voor een buitenstaander klinkt het verhaal van Balgooi wellicht wat triest. Het gemeentehuis is dicht, het café is dicht en de kerk zal binnenkort ook dichtgaan. 100 jaar geleden was Balgooi al te klein om als zelfstandige gemeente door te gaan en ging het dorp op in de gemeente Wijchen. In dit graf ligt Johannes de Bruin, de laatste burgemeester van Balgooi. En u heeft zelfs een ambtsketen boven water getoverd. De ambtsketen is gevonden door goed onderzoek samen met Piet. Hebben we dat voor elkaar gekregen, we weten waar die is. Namelijk in handen van de familie De Bruin. Hier in Museum Kasteel Wijchen liggen de ambtsketens van de dorpen waaruit Wijchen tegenwoordig bestaat. En daar hoort deze keten natuurlijk ook bij. Maar... De familie wil hem eigenlijk helemaal niet afstaan, hè? Nee, maar we blijven in gesprek en dat is het goede ervan. We hopen op een goede uitkomst. Kunt u er niet gewoon eentje namaken? Of is dat heiligschennis? Dat is heiligschennis en dat gaan we niet doen. Elke keten is uniek van elk dorp, van elke gemeente. Prachtig om te zien. Over ruim een jaar zijn de Olympische Spelen en veel sporters moeten zich nog kwalificeren. Maar Diana van Es weet al zeker dat ze erbij zal zijn in Parijs. De hardloopster uit Arnhem heeft voldaan aan de Olympische limiet op de 10 kilometer. Diana van Es is al tijden in topvorm. De 24-jarige atlete liep op de weg en op de baan al toptijden op de 10.000 meter... Maar de bevestiging van de Olympische limiet kwam afgelopen donderdag. We waren er stiekem al een beetje van uitgegaan, omdat de limieten worden meestal gewoon overgenomen van de internationale limieten. Dus ja, super fijn. Van Es traint al ruim een jaar in Ede bij het Valley Running Team van Grete Koens. En dat is goed geweest voor haar carrière. Het team is geweldig en hier in Ede hebben we echt ons eigen plek gecreëerd. En dat kostte aan het begin wel wat energie. Maar hoe het nu voor elkaar is echt super, dus dat is heel gaaf. Haar vriend Tony van Diepen, die momenteel herstelt van een blessure, ligt ook op koers voor de Spelen. Ik heb hem ook in het team ontmoet, dus dat is ook wel leuk. En dus ook weer hele andere afstanden, dus ook wel grappig. We trainen heel verschillend, maar toch iedere dag weer gewoon voor hetzelfde doel. Dus. Diana van Es loopt dit seizoen met de zekerheid dat ze volgend jaar naar de Spelen mag. En nu kan ze ook andere doelen stellen, zoals het WK in augustus. Ik heb daar nu gewoon heel veel tijd om daar naartoe te werken. En dan gaan we knallen op het WK. Duizenden liefhebbers van sportwagens kijken dit weekend in Heteren hun ogen uit bij het jubileumfeest van de Porsche 911. De iconische auto bestaat 60 jaar en speciaal daarvoor worden unieke exemplaren tentoongesteld. Ik hou heel veel van GTR's. Mijn droomauto is ook de GTR R35. Je kunt er heel goed mee driften en mooi geluid. Wat je hier ziet is de 901, de allereerst geproduceerde 911. Dan zou je zeggen, waarom dan 901? Zo is die geïntroduceerd, maar Peugeot had al de 0, dus dat werd uiteindelijk de 911. Het zijn mooie auto's en ik vind geluid van auto's ook heel vet. Wat in dat geluid is zo speciaal? Ja, als je hoort dan ver aankomen. Ja, dat is heel gaaf. In 2010 was het nu nog heel uniek dat je andere stiksels, andere kleuren in een auto had. En dit was gewoon de tijd ver vooruit. Ja, toen wou niemand hem hebben, geloof ik. Hè? Toen wilde niemand hem hebben. We hebben echt heel veel moeite gehad om onze exemplaren toen te verkopen. Inmiddels is het de must-have. Deze auto is bijzonder, want die is ooit door Beatrix aan Prins Klaus gegeven.
Maar dat werd tijdens de veiling eigenlijk pas bekend. Dit was in 2020 en toen is hij uiteindelijk geveild voor 91.000 euro. Nou ja, hij is ooit voor 9500 gulden is hij al eerder een keer verhandeld. Porsche heeft juist in Nederland een enorme historie. Want iedereen kent de 911. Ik denk dat je niemand moet uitleggen wat een 911 is. Ja, en in het weerbericht zien we of het ook goed weer wordt om lekker te toeren met de auto. Nou, vanavond blijft het tot zonsondergang zonnig, met een graad of 16. Ook later in de avond en de nacht zijn er nauwelijks of geen wolken. Het koelt af tot een graad of 8. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. Er wordt aangeraden om goed te smeren, want de zon kan u binnen een half uur verbranden. Het wordt 22 of 23 graden. Ook na het weekend blijft het droog met veel zon en maxima van 22 of 23 graden. Mogelijk wordt het eind van de week zelfs nog wat warmer. Tot zover het Gelders nieuws. Op onze Instagram-pagina vindt u enkele video's van de open dag die vandaag bij Omroep Gelderland was. Een kijkje achter de schermen dus. Wens ik u nog een fijne avond.